Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. We hebben geen bewolking boven Nederland. Het is een heldere start van de dag en dat betekent ook dat de temperaturen snel gaan oplopen. In de loop van de ochtend is het al snel 25 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. Misschien dat er al een stapelwolk ontstaat in het noordoosten van het land. En in de middag ontstaan op meer plaatsen wat stapelwolken. Maar het blijft gewoon droog en het wordt tropisch warm in het binnenland: 30 graden, 31 zelfs in Limburg. In het noorden, zo'n 27. In de kustprovincies wordt de wind vanmiddag noordelijk van richting. En vanavond blijft het dan heel zomers. De temperaturen blijven heel lang ruim boven de 25 graden. En pas in de nacht komen we iets onder de 20 graden uit. Dan morgen 21 graden in het noorden. Daar blijft de temperatuur wat achter. In het uiterste zuiden kan het nog weer 30 graden worden. De zon schijnt geregeld. Er zijn wat wolkenvelden. Maar neerslag is niet aan de orde. De noordelijke wind neemt wat toe. Woensdag is de wind dan weer oostelijk en zien we 23 tot 27 graden met veel zon weer een zomerse dag. En donderdag kan opnieuw tropisch worden, misschien wel 33 graden in het zuiden. Mogelijk ook een bui in de loop van de dag. En vrijdag is het dan weer iets minder heet. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.